Hoi allemaal en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Kurt Nouwen. Welkom op mijn YouTube kanaal. Degenen die nieuw zijn kunnen zich hier al snel gratis abonneren. En wat ik dan precies doe? Ja, ik maak vlogs natuurlijk. En ja, en vandaag, zoals jullie het aan de titel hebben gezien, vandaag ga ik het hebben over het verleden van mijn dates, mijn relaties, hoe ik de liefde heb ervaren toen. En ja, laten we snel beginnen dan. Het kan zijn dat ik alles door elkaar haal, dus vergeef mij daarvoor, want ja, ik weet ook niet alles meer te goed van buiten, maar ik ga toch zo goed mogelijk proberen te verwoorden en te vertellen hoe het is gegaan. Dus ik kan nu al zeggen, ik heb in het verleden 2 relaties gehad, niet zo heel lang. De eerste relatie duurde net geen 7 maanden en de tweede, ja, nog geen 2 weken. Dus ja, ik zal je vertellen hoe dat allemaal was gegaan en hoe ik dat heb ervaren. De dates die ik heb gehad, die ga ik jullie ook vertellen. En zelfs bij sommige, ja, nog geen dates, maar zo, ja, chatten. Dus ja, nu moet ik wel even een beetje nadenken te goed hoe dat eigenlijk allemaal was gekomen. Jullie weten ondertussen, of jullie weten het niet, ik ben homo. Als jullie de video nog niet hebben gezien, ja, dan kunnen jullie altijd terug gaan kijken naar mijn coming out story. Daar vertel ik jullie hoe dat ik uit de kast ben gekomen. Dus ja, maar zwart. Ik wil jullie zeggen, ik heb nog nooit een relatie met een meisje gehad of met een vrouw gehad. Ik had daar ook nooit behoefte in. En ja, toen ik in het volwassen onderwijs was gegaan, zorg kan u gevolgd, toen was ik dan uit de kast gekomen. Maar het hele verhaal, et cetera, dat gaan jullie dan niet in deze video zien, maar in de andere video, als jullie die nog niet hebben gezien. Goed, ik ben aan het ratelen. Oké, dus de eerste date dat ik heb gehad, dat was met een jonge gast, die was jonger dan mij. Ik was op date in 2016, als ik het goed heb. Ja, in 2016. In augustus of zo, in juli of augustus, ik weet het dan niet meer. Het is al zo lang geleden. Ja, dat was niet zo een heel succes geweest, die date. Die kerel was meer dan 2 uur te laat en ik was gewoon blijven wachten, wat dat stom was. Normaal zou een ander al lang hebben gezegd van, ik ga weg. Maar ik had zoiets van, nee, kom, ik ga kijken hoe het gaat lopen. En ja, en dan was hij daar. Ja, dat was niet zo'n succes die deed. Want hij had het alleen maar over zichzelf en alleen maar over school. En ik had zoiets van, laat zijn. En toen had ik mijn rijbewijs zelfs nog niet, dus ja, dus ik was dan nog met de bus gegaan naar Hasselt. We hadden Hasselt afgesproken en ja, was wat. En dan had ik waarschijnlijk hier en daar nog een date gehad. Ja, ik was dan zelfs nog verliefd geweest voordat ik een eerste relatie had. Maar die zag het niet zitten om een relatie te starten. Dus die kerel had alleen maar one night stand. En dan had ik zoiets van, ja, weet je, dan is het maar niet en hij wou het ook niet. Maar was wel een fijne kerel, want ik ben daar toch in totaal 3 keer mee op date gegaan. Ook in Hasselt toevallig, waar we gaan eten en zo. En af en toe een wijntje. En dan, ja. Ja, dan had ik dus mijn eerste relatie. Dat was, ja, ook in 2016. En de eerste date, dat was dan een Antwerpen bij hem, in Turnhout hadden we afgesproken. Ik was toen nog met mijn voorlopig rijbewijs bezig. Ja, ik had dat in een paar jaar dan laten vervagen, mijn rijbewijs. Maar daar heb ik ook een video van mijn rijbewijs. Als je die wilt zien, kijk maar gerust. Maar daar wil ik het niet over hebben. Dus ja, die relatie, ik dacht van, ja, dat zou wel slagen. Maar dat wist ik niet zeker. En ja, dat is ene die constant zijn werk voorliet. Oké, ik snap dat. Hij werkt
of werkte op een camping. En daar hadden ze hem altijd nodig. En dan had ik eerst zoiets van... Maar ja, zwart, we hadden het dan afgesproken. Het was heel fijn geweest. Hij heeft me dan nog naar huis gebracht. Dat was toen mijn eerste relatie. Hè. Ja, en de week daarna... Dat was keivroeg, normaal doe ik dat niet. Allee. Maar was ik daar gaan blijven slapen en dan was het ineens poef. Ja, dan weet je wel wat er kan van komen. Hè. Ik had toen nog nooit seks gehad. Ik zal het maar zo rechtuit zeggen. Dat was toen wel heel spannend, maar gelukkig wist hij dat wel. En had hij daar rekening mee gehouden en ja, voilà. En de eerste paar maanden ging dat goed. Ik kon alleen in het weekend, want ik had door de week stage. Ik volgde dan mijn opleiding van zorgkundige nog. Ik deed dan door de week stage. In het weekend niet, kon ik altijd naar hem gaan. Maar ik vond het jammer dat ik altijd maar alleen naar hem was gegaan en hij nooit naar mijn thuis. Dus hij heeft in die 7 maanden, want die relatie heeft toch wel net geen 7 maanden geduurd... Vond ik het echt heel erg jammer dat hij niet bij ons thuis was geweest. En nochtans hebben we hem echt wel een paar keer uitgenodigd. Maar had altijd van die excuses van ik kan niet komen. Of er is iets met mijn baas of met mijn werk. Of hij had altijd een geldig excuus. En ja, sorry voor degene die dat kijkt. Maar ja, een relatie moet echt wel van twee kanten komen. En op den duur had ik zelfs zo het gevoel van, weet je, ik voel die liefde ook niet meer. En ja, op een gegeven moment hadden we tegen elkaar gezegd van, ja kijk, dit gaat zo niet verder. Ja, we voelden dat zelf ook wel aan van, ja kijk, wij zien geen toekomst bij elkaar. En ja, en we gingen ook nooit... echt ergens naartoe. Het was alleen af en toe, ja, en bij zijn familie en zo. Niet dat dat niet leuk was. Tuurlijk, ik vind dat ook normaal dat je die familie ziet, maar als ik de enige ben dan in die relatie die dan alleen zijn familie ziet en hij heeft mijn familie nog nooit gezien in die 7 maanden, ja, sorry, dan vind ik dat toch eigenlijk niet zo heel normaal. Dus dan heb ik zo het gevoel ook van, je neemt het ook niet serieus en ja, zoiets kan eigenlijk ook niet. Maar ja, zwart. Maar ik wil wel zeggen, ik heb wel een fijne relatie gehad, hè. Allee, anders was ik er ook niet mee samen geweest. Maar ja, dat waren zowel de minpuntjes geweest bij hem dan. Voor de rest was hij ook wel heel lief en zo. En dan was het gedaan geraakt. Hadden we gezegd van kijk, we zullen wel sturen naar elkaar. We blijven nog vrienden en ik denk dat we dat eigenlijk nog wel steeds zijn. Alleen zien we elkaar niet en voor mij hoeft dat echt niet. Maar ja, zwart. Dan had ik zoiets van, nu hoef ik echt niemand meer te hebben. Want in mei 2017 was het dan gedaan, de 1e mei, dat weet ik nog. Dat was echt wel een dikke week voor mijn verjaardag. Ik verjaarde 8e dan, 8 mei. En ja, op den duur stuurde ook niet meer zo vaak naar elkaar, maar ja, maakt niet uit. En dan heb ik nog in 2018 heb ik dan ook nog een paar dates gehad. En eentje die ik mij nu wel echt kan herinneren is ergens van in april. En dat was echt een hele gemene date. Maar ook echt heel enorm gemeen. Die kerel die was nog niet uit de kast. Alle begrip. Maar ik vind als je iemand met hetzelfde geslacht een relatie wilt aangaan, zeg dan alsjeblieft eerlijk tegen iedereen, zeg dan uit de kast, want anders gaat het niet werken. Dus ik heb daar dan mee gedeeld, dat was een half Turk, half Griek. En hij was echt zo heel de tijd bezig van, en dit, van je bent zo lief en dit en dat. Ja, natuurlijk, ja, je denkt dan van, oh my god, ja.
We hebben één keer afgesproken, ook in Hasselt, maar dan, ik weet niet meer waar het was. Maakt niet uit. En ja, hij schaamde zich daar ook wel echt voor. Oké, in die cultuur is dat ook echt niet gemakkelijk, hè? Dat hoort je mij niet zeggen, maar hij schaamde zich daar zo echt voor, alsof hij ook voor hetzelfde geslacht is. En ja, ik weet niet. Maar hij had mij diep gekwetst, want hij deed zo lief tegen mij. We waren echt met elkaar ook constant aan het chatten en zo. En op een gegeven moment, want we waren echt wel... Allee, ik had het gevoel naar mijn kant toe dat wij verliefd waren. En dan ineens, poef, alle contact verbroken. Ik dacht, maar wat is hier aan de hand? En ik heb hem gestuurd. Overal waar dat ik maar kon sturen. Hij had mij ineens geblokkeerd. En het strafste is... Ik weet niet of hij daar nu nog mee samen is, maar ik vind het heel laf van hem dat hij daar nu samen is met een meisje. Terwijl dat hij eigenlijk gay is, maar ja, zijn leven, hij doet wat hij ermee wil doen, maar ja, is wat. Ja, dan heb ik zo nog een paar gehad waarmee ik aan het chatten was. Eentje waarmee het zeer snel was gegaan in het chatten van, allee, ik bedoel... Die was op slag verliefd op mij en ik had zoiets van, kerel, niet zo snel. Want wij waren wel aan het videochatten, dat hadden we wel gedaan. Die kwam trouwens van West-Vlaanderen. Ik had toen nog steeds mijn rijbewijs niet. Ik dacht, ja, voor daar iedere keer te gaan geraken, ik had toen nooit afgesproken. En toen ging het met mijn werk een beetje minder. En had ik zoiets van, ja, kijk, het gaat mij even niet. En dan begon die zo... dingen te zeggen van en neem ontslag bij je werk als het niet goed gaat. Zo erg is dat nu toch ook niet dat je zonder werk valt. Maar ik heb zoiets van, daar heb je echt niks over te beslissen, hè. Zo, en dan heb ik ook zoiets van, En die had echt ruzie gemaakt met mij. En geloof me mensen, echt waar, met mij heb je echt niet rap ruzie. Als je ruzie met mij hebt, dan gaat het ver, hè. Maar dan ook echt ver. Dus dan begon hij mij echt te beschuldigen van hier tot in Moskou. Ik dacht, wat voor klein kind zit je wel en zo. En ja, ik dacht, dan zal ik het maar laten. En dan in eind september 2018 had ik dan mijn tweede relatie gehad. Die relatie, dat was echt wel een triestige relatie. Echt triestig. Die had iemand genomen om... iemand te hebben eigenlijk. En sorry, dat is niet wat dat ik wil. Als je een relatie met me aangaat, dan wil ik dat je er ook voor gaat. En niet als je er nog niet klaar voor bent, want die was er helemaal nog niet klaar voor. Die had nog altijd verdriet van zijn ex. Trouwens, dat was een biseksuele en mijn eerste relatie. Mijn ex was ook een biseksueel, dus... ik trek precies biseksuele mannen aan, wat erg eigenlijk, maar ja, is wat. Allee, toen in het verleden, hè. Ik spreek over het verleden. Dus ja, die tweede relatie was echt totaal mislukt, om het maar zo te noemen. Die was depressief, die was niet anders dan op zijn telefoon bezig. Die kwam wel naar ons thuis, wat dat wel fijn was, maar ja... mijn ouders zeiden ook van, aan tafel geen gsm, we hebben dat echt niet graag. Ik zou willen dat je die aan de kant legt en niet constant op bezig bent. Ja, je weet het al, hè? Dan doet hij dat niet. En terwijl dat ik daarmee samen was, was hij met een ander aan het flirten, had hij daar ook mee afgesproken. Ja, sorry, dan heb ik het gevoel dat je mij... je bent mij aan het bedriegen. Allee, die was hij eigenlijk ook wel aan het doen. Want van het moment dat je daar was, had hij er al een relatie mee. Dan denk je, allee. En ja, die had dan mij nog verhalen verteld. Dat je denkt van, alsjeblieft, degotant. Maar dat verhaal ga ik u besparen. Want ik weet niet, dat is niet geschikt om dat te vertellen op YouTube. Dat is een beetje ver gaan. Maar dus ja... zijn ex nog altijd niet kunnen vergeten. Die wou daar zelfs bij teruggaan, terwijl dat hij samen met mij was. Dan heb ik zoiets van, hey, zeg, kom hè, en ik dan. Ik dacht dat je ervoor ging gaan, maar ja, zwart. En dan had hij de relatie gedaan.
gedaan gemaakt. Maar goed, want weet je, ik werd door die relatie was ik depressief. Hè. Echt waar. Ik kon dat niet meer aan. Zelfs mijn ouders zeggen van, kom joh, maak het uit, het is gedaan. Want wat had hij gedaan? En dan, sinds dat de relatie gedaan was, zijn ex-vriendin stuurde naar mij van, weet je dat allemaal wat dat hij over u zegt? En zo, ik zo, hoezo? Ja, die zit al van allerlei dingen te vertellen over u. Ik had hem zogenaamd gedwongen voor seks. En geloof me, ik dwing nooit iemand voor seks. Ik weet niet. Ik zeg gewoon tegen hem van, kijk, ik wil graag seks, dat is lang geleden. Maar als je er niet klaar voor bent, dan laat ik het gewoon, dan, ja. Maar dan moet hij ook niet afkomen, vind ik. En dan begint hij tegen iedereen mij zwart te maken. Dan heb ik zoiets van, kerel, kom aan. Maar ja, zwart. En dan, ja, ik heb dan al een hele tijd niet meer gedate. Ja, een paar keer afgesproken waarschijnlijk nog wel. Ja, zoveel herinner ik me daar ook niet meer van. Ja, dat is altijd maar één keer geweest. Ja, en tot nu. Maar ik laat dat nog tot een verrassing, want nu ben ik ook wel heel gelukkig. Maar ik kan u wel zeggen... Zou ik het zeggen? Ja, ik zou het zeggen. Ik heb een relatie nu, maar... Er zijn er al die dat weten, maar niet iedereen weet dat. Maar het is nog heel prul, dus... ja, en die relatie gaat wel heel, heel goed. Ik ben echt wel heel blij. Maar ja, daar ga ik echt nog niks over vertellen. Ik ga daar echt nog niks over kwijt willen, want ja, het is nog heel prul, zoals ik zei. Maar ja, zwart. Voilà, dan hebben jullie naar mijn geratel geluisterd, naar mijn hele verhaal. Misschien niet altijd even interessant, maar zo heb ik dus ja, mijn dates ervaren, mijn relaties heb ik ervaren. Ik ben ook iemand die heel betrouwbaar is. Als ik een relatie heb, dan ja... Dan ga ik er ook voor. Ik ga er echt voor. En ik ga ook niemand bedriegen, want dat is laag bij de grond. En dan is dat ook een teken dat je de persoon niet graag ziet eigenlijk als je die aan het bedriegen bent. Dus nee, dat hoeft allemaal van mij niet. Ja, dat was het eigenlijk voor mijn video. Bedankt om te kijken eigenlijk naar mijn video. Dank je dat je wou luisteren naar mijn gezaag. Ik weet niet of dat gezaag is voor jullie, maar ja. En als jullie de video dan toch uiteindelijk leuk vinden, vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen. Als jullie nog altijd niet geabonneerd zijn, mensen, dan kunnen jullie dat hier beneden doen. Door op de abonneerknop te duwen. En als jullie een video hebben gemist, kunnen jullie altijd hier klikken. Of daar klikken. Ding, 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 ding. En dan zien jullie mij in de volgende video. Bye, bye.